Dat is goed, dat is meer beweging. Twanhuis, presentator bij Nova, correspondent geweest in Amerika voor Nova. Heel veel ervaring met interviewen, nationaal en internationaal. Veel ervaring met radio en tv. Ik kom even langs, ik kom je nou tegen, namens de Daar hou ik u aan reporters. Dat zijn reporters die in de komende weken op gemeenteraadsleden, in het wild lopende gemeenteraadsleden afstappen met de vraag: waar mag ik u aan houden als u straks gekozen bent? Ik zou jou een paar trucs willen ontfutselen over hoe je een goed interview afneemt. Heb jij voor die Daar hou ik u aan reporters wat algemene tips en trucs? Nou, volgens mij is wat je daar in je handen hebt, dat is de beste truc en het beste wapen. Je hebt de kleinste camera die er is, met hele goede kwaliteit en het geluid is goed. En dit ding valt bijna niet op. Als wij komen van Nova, hè, met een hele grote camera bij ons, en dan is iedere politicus, ook gemeenteraadsleden, zijn meteen op hun hoede van, ik moet op mijn woorden passen. En dit ding zie je nou, je houdt hem nu rechtop, maar dat valt wel heel erg op nu. Maar je kan ook op andere manieren ermee filmen. Ik zeg niet dat je stiekem moet gaan filmen, maar dit ding geeft niet meteen een barrière tussen de geïnterviewde en de interviewer. En dat is al, dit intimideert dus niet. Dit is een heel fijn cameraatje om het mee te doen. En verder, de fout die ik nog wel eens maak bij Nova is door iets te scherpe conclusies te trekken, waardoor de gast gas terug gaat geven. Met andere woorden, zal ik eens een voorbeeld geven. Gisteren had ik een hoogleraar over economie, naar aanleiding van de commissie De Wit. En dan zeg ik van, Wouter Bos heeft gezegd dat de ABN AMRO helemaal niks waard is bij die commissie De Wit. Nou, dat had hij niet zo gezegd. Hij had gezegd dat het niet zoveel meer waard was en dat de bank eigenlijk al een beetje aan elkaar aan het vallen was toen dat bankentrio de bank kwam overnemen. Dat is een klassieke fout, dat je als interviewer te veel gechargeerd en te overdreven een situatie neerzet, waardoor de geïnterviewde denkt van, nou, dat valt toch wel mee. Dus je kan beter misschien wat opener beginnen bij die vragen aan die gemeenteraadsleden en niet meteen met een harde conclusie erin gaan, want dan, dat leidt niet tot hele mooie open. Want deze man, die wetenschapper, die nam gas terug. Die gaf gas terug en die zei, nou, dat valt wel mee. Ja, dus dat is eigenlijk precies wat je niet wil hebben. Je wil een open vraag stellen. Ja, op een open begin antwoord. Even open en dan daarna, als je merkt dat iemand onzin aan het uitkramen is, dan heb je je nu natuurlijk goed voorbereid en dan kun je dat ontmaskeren. Dat is natuurlijk wel de bedoeling. Je moet wel weten wat iemand ook in het verleden gezegd en geschreven heeft. Dus lees ook even vooral het partijprogramma van die desbetreffende gemeenteraadslid van die partij. In Amsterdam is er een mooi voorbeeld van de lijsttrekker van D66. Die heeft haar eigen partijprogramma niet gelezen. En zij riep onlangs dat de nieuw te bouwen zeesluizen in het Noordzeekanaal, dat flauwekul was wat haar betreft. Maar in het partijprogramma van D66 staat dat juist een heel goed idee is. Ja, dat als je dat soort dommigheden verklaart op camera, dan ga je natuurlijk naar de slagbank. Dus dat is ook een goed idee. Bereid goed je voor. Ja, lees wat er te lezen. Hoe bereid jij je voor als je met zo'n interview als gisteren zit? Hoe lang heb jij, hoeveel tijd besteed je eraan? Nou, wel veel. Want die commissie De Wit, dat is heel technisch. Dus dat probeer ik dan ook zoveel mogelijk te verhoren, te volgen. Dat kan niet, want dat gaat urenlang achter elkaar door. Maar de hoogtepunten, die heb ik echt gezien. En de uitspraken, die zijn uitgeschreven, die we in de uitzending gebruiken. En je belt natuurlijk af en toe met mensen die er veel meer verstand van hebben, die je informeren. In ons geval hebben we de afgelopen week deskundigen uitgenodigd, hoogleraren economie of fiscaal recht, die ons konden vertellen wat er gebeurde. Nou, dat kan je natuurlijk bij gemeenteraadsverkiezingen ook doen. Ja. Kijk, bij gemeenteraadsverkiezingen, wat mij daar het leukste lijkt, is dat je naar de deskundigen zijn, de burgers bij jou in de straat. Je bent eigenlijk zelf een halve deskundige of een hele deskundige. Maar je kan ook naar de afhankelijk van het onderwerp natuurlijk, naar als het gaat over de middenstand of de openingstijden op zondag, de winkelsluitingswet, kun je natuurlijk met de middenstand even praten ter voorbereiding op zo'n interview. Is dat in Almere eigenlijk wel nodig? Is er wel behoefte aan winkels die open zijn op zondag? Zo ja, waarom zijn ze dan gesloten hier? Waarom mag dat niet? En misschien kan je zelfs wel een quote van die middenstander in precies je filmpje gebruiken. Je hebt dat filmpje, je hebt dat apparaat hier. Dus je kunt, als je het opneemt, ook tegen een gemeenteraadslid zeggen, nou, u zegt dat nu wel, maar ik heb al eerder iemand gesproken en die zegt het tegenovergestelde. Dus dat zijn allemaal handige trucs. Nou, heb jij ook wel eens te maken, denk ik, met mensen die niet willen? Hè, ja. Die gewoon in het interview niet willen. Heb jij dan trucjes om die mensen te laten willen? Ja, je ziet af en toe een deur open gaan, omdat we hier vlak bij de redactie van Nova staan op vrijdagmiddag en iedereen langzaam naar huis gaat. Maar ik blijf toch lekker gewoon ijzerheinig doorvragen. Dat is ook zo'n tip die je mensen kan geven. Ja. Gewoon koelbloedig
doorvragen. Ja. Sommige mensen komen nu ook met, hè? Ja, gaan dat is nog een wisseldienst die dan... Maar dat zijn er wat minder. maar de vraag die ik geloof ik gesteld was, die ik bijna vergeten was, was wat doe je met mensen die niet willen? Heb je daar trucjes voor? Als iemand echt niet wil, dan wordt het moeilijk. En je hebt je heel goed voorbereid en je hebt al je kritische vragen uitgeprobeerd. Het is misschien mag ik het niet zeggen zo, maar ik ga het toch maar zeggen. Kijk, nogmaals, dit kleine fijne wapen wat je daar in handen hebt, die Flippo, die kun je natuurlijk ook daar gebruiken. Ik ben niet voor stiekem opnames of voor dit ding in een sigarettendoosje doen en dan mensen gaan filmen. Maar toch is het soms handig bij politici om ze op een onbewaakt moment te filmen. Want dan komt de waarheid naar boven. Een mooi voorbeeld is Arend Jan Boekestein, voorheen Kamerlid van de VVD. Die wordt geïnterviewd bij De Wereld Draait Door. En na afloop zegt hij tegen een van de andere gasten daar aanwezig, tegen Maarten van Rossum in dit geval, die partijleider van ons, die Mark Rutte, die kan echt helemaal niks. Dat is echt zo'n probleem binnen de fractie ook. En wat hij niet in de gaten had, was dat Maarten van Rossum gevolgd werd door een cameraploeg van Eén Vandaag. En dat is groot nieuws geworden. En hij heeft zijn excuses moeten aanbieden bij Mark Rutte. Ik zou toch op zekere momenten, als het interessant wordt, gewoon eens gaan filmen. En kijken wat mensen te zeggen hebben. In Amerika zijn er toespraken opgenomen van politici die presidentskandidaat waren. En die op een gegeven moment zo lang aan het leuteren zijn en dan domme dingen gaan zeggen. Dat, bedoel, als je mij nu nog langer door laat praten, dan ga ik ook op een gegeven moment wel iets zeggen wat misschien niet zo handig is. En je kan hier heel lang mee opnemen met dit apparaat. Ja, nu en je hebt het er ook heel vaak weer. Je kan het er ook zo weer afgooien. Dus film eens een toespraak. Of als iemand in een gang tegen iemand anders wat aan het roepen is, een gemeenteraadslid, ga er eens achterloos bij staan en film eens even mee. Of stel even een vraag. En ja, jij pleit eigenlijk voor een wat nonchalanter gebruik van de techniek. Dus dat je niet dat intimiderende van... Wij staan op een hele nonchalante manier nu te praten. Jij let niet op licht, op geluid, er lopen mensen in en uit. En dat leidt dus op een gegeven moment tot een misschien wel amicale sfeer of een ontspannen sfeer. En dan gaan mensen altijd meer zeggen. En het probleem van de studio van Nova, waar ik iedere avond mee te kampen heb, als zodra een gast binnenkomt in de studio van Nova, dan hebben ze het gevoel dat ze naar de operatiekamer gaan of naar de stoel van de tandarts. Er hangen 20, 40 lampen op je, er staan 6 camera's op je, er staat een floor manager die zegt, u moet uw handen wel een beetje bij u houden, anders dan zijn ze in beeld. Nou, voordat mensen gaan vertellen waar ze voor kwamen, zijn ze al helemaal door de mangel gehaald, bij wijze van spreken. Nou, dat heb je met dit apparaat allemaal niet, dus ik denk dat dit heel veel gaat opleveren wat jullie gaan doen. Nou, ik vind het hele originele coaching tips en trucs. Heb je tot slot nog nog iets wat je wil zeggen? Ik wil je het laatste woord geven. Nou ja, volgens mij alles wat ik gezegd heb valt samen te vatten in misschien wel één regel. Als je dit werk goed wil doen, als je een goed interview wil maken, moet je nieuwsgierig zijn, uitstekend voorbereid en vasthoudend. En als je die drie bij elkaar vat, dan komt het goed. En dan krijg je mooie uitspraken van mensen waar je achteraf misschien wel heel erg verbaasd over bent. En die misschien ook wel het landelijke nieuws gaan halen. En heb je nog een aanmoediging voor de Daar Hou Ik U Aan reporters? Ja, doorgaan, hè. Blijf filmen. Wissen en doorfilmen. Bewaar het goede en gooi al het slechte weg. Dankjewel. Dan doe ik nou een perfecte uitzoom. En als jij dan ook op het moment... Ja, dan doe je een stapje opzij en dan heb ik Nova in beeld. Dat het de mensen gelijk duidelijk is.